Beste vrienden Paramaribo, groet u met de Grrrta Bibrata Streets van de Haat, puur natuur de rustig jaren. Het is vandaag 13 augustus 2023 en wij komen tot u in vrede en wij delen dat goede gevoel met u. Het gevoel dat wat je doet. Afhankelijk is van wie je bent, het gevoel dat het leven maakbaar is. En dat we allemaal van scratch beginnen. Dus ten naar next. En uiteindelijk smilen en kunnen delen met elkaar. Beste vrienden, Tsunami is een land waar je, als je daar woont, moet je verschrikkelijk goed opletten en uitkijken voor de dingen die er gebeuren. En als je in het buitenland woont en je hebt uh, familie hier, moet je die familie ook beschermen, want het is heel gek. Een tsunami greep de ellende om zich heen. Is niet normaal. We zijn. Door de wereld tot de narco-staat gedoopt omdat we de dingen doen die te maken hebben met narcotics. Ja. Men kijkt naar Suriname met gigantisch grote ogen omdat het bekend is dat wij ons bezighouden met witwaspraktijken en wij als burgers staan, luisteren, voor zover er iets te zien is en moeten beamen dat inderdaad er gebeurt iets wat wij niet kunnen grijpen het ontglipt je is... voordat je dat denkt is het verdwenen maar we zijn daar het gras van het land is natuurlijk verschrikkelijk arm een piepklein deel is heel erg rijk dat is een gebruikelijk patroon ...in het kapitalistisch systeem. Dat... ...is het gebruikelijk patroon. Eigenlijk... ...zou je moeten zeggen... ...in elk politiek systeem... ...want er zijn altijd een kleine groep rijken... ...die heersen... ...over een grote groep armen. En dus namelijk namen kan je rustig zeggen... ...dat ding gaat van arm... ...tot armer... ...tot armer... ...dan arm... Dat, beste vrienden, die zweep gaat hard. En de enige, de enige manier waarop bijvoorbeeld Blakke Maan zich onttrekt aan de zweep van armoede is criminaliteit. Het is verschrikkelijk om het toe te geven. Heel erg. Heel erg. Maar dit zijn de feiten. Beste vrienden, criminaliteit in Suriname is nog nooit zo hoog geweest. Dat betekent dat de armoede in Suriname ook nog nooit zo hoog is geweest. Beste vrienden, armoede, prikkelt creativiteit om te stelen. Heb u werk? Hebt u werk voor al die 40% mensen die geen werk hebben? Of denkt u dat als u zegt van ja, go Rocco, go Rocco, dat ze dan ook werk hebben? Beste vrienden, laten we eerlijk zijn tegenover elkaar. Meer gevangenissen. Lost het probleem van criminaliteit niet op, want het probleem is een sociaal-economisch probleem. Net zoals scholen, een systeem wat niet klopt en niet is aangepast aan onze werkelijkheid in Suriname, lost het probleem van de scholen en de kinderen ook niet op. Beste vrienden, holisme is iets waardoor wij weten dat als je een steen verplaatst, jij niet alleen die steen verplaatst, maar de verplaatsing van de steen te maken heeft met alles in en om en bij die steen. Dat wil zeggen, alles verandert. En eigenlijk is dit de manier waarop we naar Suriname zouden moeten kijken. Verbeter het onderwijssysteem, verbeter tegelijk ook de sociaal-economische situatie waarin mensen zich bevinden, of ga pret op het feit. Dat de laatste IMF-afgevaardigden lovend zijn over het feit dat Suriname eh, de regels en de afspraken zo goed nakomt, dat waarschijnlijk de volgende trans ook gehaald zou worden. Beste vrienden, terwijl dat gezegd wordt, hebben de mensen in Suriname ...verschrikkelijk moeilijk, vrieselijk. Dus IMF is eigenlijk een regering aan het ondersteunen en de gezondheidstoestand, de economische, sociale de toestand van die Suriname aan het ondermijnen. Wat zouden ze mee moeten doen? Waar het IMF om gaat, het interesseert hun de ballen niet wat er gebeurt. Zij willen hun geld terug. Dat is de link. Dat hele ding. Want de IMF is een geweldig ding wat een soort zegen voor u gaat zijn. Nee, tegen dat ik heb, dat ik heb, prima. En ik was een soort Voel dat pina op. Maar er is één schakel. Voel dat pina op, op. Heb je niet IMF nodig? Wat je nodig hebt is je eigen verstand. Want terwijl je bezig bent te bedelen en het volk te pinaren om IMF-voorwaarden daaraan te kunnen voldoen, terwijl je daarmee bezig bent heeft Suriname, gigantisch veel goud en allerlei zaken. Maar, Pena today, Penago today. Dat zijn woorden van Nedra. En het is een goede zaak om hem te horen. Want, dit lied blijven we voor u herhalen. Je moet het kennen als een versje. Bye bye, Odi, en and... tot later.